Ik ben Wesley en dat is mijn broertje Rodney. Klopt, ik ben Rodney en dat is mijn broertje Wesley. En wij zijn aan het chillen bij onze opa. Hé jongens, ik heb een skelter. Kom mee naar buiten. Wie wilde eerst? Opa wil de hele tijd met ons spelen. Dat is een ouderwets woord voor gamen. Opa, ik wil niet aan relax doen, maar tegenwoordig gaat het toch zo? Ja, wij karten met Mario. Ja, een computerskelter gaat veel sneller. Oh, maar ik heb nog wel een ander spel dat we kunnen spelen. Opa is een beetje ouderwets. Hij is nog van voor de iPads. Hou vast. En dan moet jij in dit blikje zeggen... Hallo Wesley, kun je me horen over? Opa, ik wil geen gamebederver zijn, maar daar hebben we dit toch voor? Yo Rodney, can you hear me loud and clearly? Hallo Wesley, ja zeker, ik hear you loud and clearly. Ik moet alleen even ophangen, want ik ben aan het gamen. Ik ben alleen weer klaar met Mario en zijn kart. Ik ga Tetris spelen. Zeg jongens, weten jullie al wat jullie later willen worden? Ja, game designer. Ja. En Rodney toe. Dan ga je eerst brainstormen en dan designen. Ja, en dan ga je downloaden en upgraden. En dan ga je online en dan moet je backspace en splitscreen. Maar ja, dan moet je wel eerst een goed ideetje hebben. Zeg, en wat voor game spelen jullie nu? Tetris. Ja, moet je een blokje in het goede vakje krijgen. Is het niet leuker om met z'n tweeën te spelen? Nee, Tetris speel je alleen. Ja. Oh, een blokje in het goede vakje. Ja. Wacht eens even, volgens mij heb ik nog wel een ideetje voor een nieuwe game. Opa! Wij zijn Wesley en Rodney. En opa! De famous game designers. We gaan nu onze game presentation aan de Wide Web World. Wow! En deze game heet Wooden Tetris. Wow! Hoe werkt dat precies? Oh, net als het gewone Tetris. Je moet het blokje in het goede vakje krijgen. Wow, super vet. Tetris met the two of you. Ja, speel me in the Lonely the Pony. Ja. Opa, wat doe je? Even mijn nieuwe game share op mijn Instagram. Wow. Lekker, 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 lekker. Wow. Wow. Wow.